Hi, ik ben Jamie. Hi, ik ben Amon. En wij volgen de opleiding Sport en Fitness op het Johan Cruijff College in Amsterdam. Kun je wat vertellen over je opleiding? De opleiding die we doen is Sport en Business. Dat is een beetje zoals marketing en communicatie. Alleen is dit meer gericht op topsporters. Wij sporten allebei. En wat het inhoudt is, zeg maar, wij krijgen dus een soort van maatwerkrooster dat we kunnen invullen wanneer we moeten sporten en wanneer niet. En de school is daar heel vrij en open in. De opleiding duurt 3 jaar en in je eerste en in je derde jaar ga je ook op stage. Wat wil je doen als je klaar bent met de opleiding? Als ik klaar ben met de opleiding wil ik nog naar het hbo. Ik weet nog niet wat ik voor hbo wil doen, maar je hebt wel grote kans dat ik naar het hbo van Johan Cruijff ga. Omdat dat een makkelijke doorstroom is, ook van deze school. Dan weet ik al een beetje hoe het allemaal zit. En jij? Ik denk ook een doorstroom naar het hbo. De Johan Cruijff Academy is natuurlijk wel een keuze, maar ik denk dat ik ook toch meer wil kijken naar andere opleidingen daarbuiten. En wat vind je tot nu toe het leukste aan je opleiding? Ik denk dat ik het leukste vind, zeg maar, is dat je met heel veel verschillende soorten sporten in aanraking komt. Bijvoorbeeld met wielrennen, met American voetbal. Ik doe zelf voetbal trouwens. En bijvoorbeeld wat jij doet met fietsen en crossen en zo, daar weet ik dus echt bijvoorbeeld helemaal niks van. En anderen doen zeilen, zeg maar. Dus je leert wel wat meer van anderen in hun sport, zeg maar. Welke vakken krijg je op de opleiding? Op de opleiding krijg je een paar normale vakken zoals Nederlands en Engels en rekenen. Maar je krijgt ook aparte vakken zoals proftaak. Dat doe je altijd in een groepje en dan krijg je een groepsopdracht. Waar je dan als groepje gewoon veel mee aan de slag moet. En ja, dat is net een iets andere kijk op een bepaald vak dan de normale vakken. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Ja, ik denk omdat ik het toch wel iets handig vond om soepel te zijn vanwege in mijn sport. Ik bedoel, ik train meestal wel in de avond en de wedstrijden zijn in het weekend, dus ik heb er niet superveel aanraking mee. Maar ik merkte wel dat op bepaalde opleidingen je veel langer door zou moeten gaan. En dat komt dan, zeg maar, in verwarring dan met mijn trainingstijden en dan zou ik moeten haasten vanuit school. Dus het is wel veel handiger. De dagen zijn namelijk ook iets korter. Die zijn maximaal tot 2:15. Bij welke bedrijven kun je stage lopen? Je kan bij allemaal verschillende bedrijven stage lopen. Maakt niet echt uit zolang er maar een marketingafdeling is. Ik ga bijvoorbeeld bij een filmbedrijf stage lopen die veel doet met films maken en dat soort dingen. En daar ga ik dan de social media op bijhouden en andere dingen die met marketing te maken hebben. Ik heb nu nog geen stage, maar voor mijn vorige stage heb ik stage gelopen bij een evenementenbedrijf. Ze organiseerden concerten. En dan zat ik op het kantoor en dan deed ik ook de social media en de persberichten uitsturen en contact met allerlei mensen om de shows goed te laten regelen. Nou, een tip die ik jullie kan geven om deze school te kiezen is omdat het een leuk, gezellig school is. Je hebt chille tijden, het is makkelijk met sport en je ontmoet inderdaad ook, wat Jamie zegt, veel mensen. Ook van andere sporten, daar leer je dan ook meer over. Heel erg bedankt voor het kijken. Like, subscribe en deel de video. En veel succes met jullie studiekeuze.